Helle van der Heijden, de winterrevue, de repetities zijn volop bezig. Hoe loopt het? Ja, het is een super toffe ploeg. Het is een super getalenteerde ploeg. Het is super leuke muziek. En het zijn heel veel, heel heftige dansjes wel. Komt zeker goed. Maar ik heb al heel veel gezweet deze repetities. En dat is niet door de hitte buiten? Nee, het is heel koud buiten, maar in onze repetitiezaal is het heel warm en zweten al geweest. Ja. Wat voor dansjes worden het dan? Ja, Laurent Flamand is back. Hij was er vorig jaar niet bij. Dus ik denk dat hij heeft zoiets heeft van, guys, I'm back. Ik wil gewoon een knallende show maken. Het is mee op de grond vallen, met benen omhoog zwieren, met gelift worden. Voor het publiek gaat het wel heel spectaculair zijn, denk ik. Het is echt een trapje hoger nog, next level. Ook voor mij is het hard werk. Jij bent al het een en het ander gewoon natuurlijk. Ja, ja, maar zelfs nu moet ik echt... Ja, maar dat is ook wel leuk. Dus een uitdaging. Het is voor mij echt een uitdaging. Ik moet echt ook veel meedansen, ook samen met Laurens en zo. En ook voor mijn fysiek is het goed. Hè. Ik ga weer een goede conditie hebben. Altijd na deze show heb je een goede conditie. Het wordt gewoon heel tof. Ja, er komt ook een Beyoncé medley. Dus we gaan lekker shaken. Ja. Zeg, en ja, helaas valt Anne van den Broek weg. Ja. Ja, hoe heb jij dat nieuws vernomen? Met traantjes. Ja, ik weet het nog maar sinds gisteren. En... ja, ik weet het niet. Ik had het ergens wel zien aankomen, ergens niet zien aankomen. Maar ik vind het een super verstandige keuze van haar. Maar natuurlijk is het voor mij, ja, ook ja, Britt is er niet meer, Anne is er niet meer. En dat waren zo mijn kleedkamervriendjes of zo. Dus ja, dat is wel raar. Ik vond het ook wel een beetje emotioneel. Maar het goede is wel, ja, ik ken Jante natuurlijk heel goed van Les Copines. Dus wij kennen elkaar ook op het podium. Wij kennen elkaar stemmen. Dus wij gaan ook wel meteen die klik terugvinden. Dus het is super dubbel. Ik ben super blij met Jante, maar ik ben ook wel super emotioneel dat Anne er niet is. Dus ik voel me zo'n beetje... Huh. Maar gezondheid van Anne gaat voor. Ja, absoluut. En ik zei het ook tegen haar. Ik heb veel met haar gepraat de laatste tijd. Is het een super moedige beslissing en geen makkelijke beslissing. Hè? Want ze zegt ook wel, soms is het ook een lichtpuntje hè? Om toch nog aan iets te werken. Om te weten van oké, ik ga slapen, maar ik kan dan terug op het podium staan. Dus ze zei van, dat geeft mij zoveel energie, die winterrevue. Maar dan toch merken van, het is nog te veel energie dat het van mij vraagt. En ik vind dat een super moedige, moeilijke beslissing. Maar ik denk wel dat het de juiste beslissing is, ja. En ze heeft nog een lichtpuntje, want volgend jaar heeft ze heel wat plannen. Ja, ik hoop dat ze volgend jaar terug is ook. Hè. Zeg, ik zei tegen haar, volgend jaar ben je terug en dan gaan we samen knallen. Dat stuurde ik naar haar gisteren.